Leuk dat u weer kijkt naar ANVR TV. Wij gaan het nu hebben over de Europese richtlijn pakketreizen. Want inmiddels is die nieuwe richtlijn aangenomen. Maar zijn wij daar helemaal blij mee, Frank? Nou, ik zou dat woordje helemaal maar even schrappen. We zijn er gewoon niet blij mee. Hmm. Dan heb je 6, 7 jaar de blaren van je, op je tong gepraat. Ja. Om het een beetje recht te kunnen breien. En er een beetje goede tekst van te maken. En dan ja, is het laatste, nou, pak een beetje 3, 4 maanden... onder het Italiaans voorzitterschap min of meer door een besluitvormingsprocedure heen gerommeld. Zo kan ik het maar, zo moet ik het gewoon zeggen. Ja. En dat betekent gewoon dat we met een richtlijn zitten die ons niet aanstaat. Maar we hebben dat besproken, gelobbyd met de Nederlandse overheid, met de ECTA. Ja. Maar dat heeft niet mogen baten. Ja. En hoe stonden daar andere reisbrancheorganisaties in? Nee, die zijn het met ons eens. Kijk, de Europese reisorganisaties hebben hetzelfde standpunt als de ANVR eigenlijk heeft. Op details natuurlijk niet, maar in principe wel. Ja. Namelijk dat we er niet blij mee zijn. Maar ja, dat wordt natuurlijk ook door andere partijen gelobbyd. Wat wij in ieder geval gedaan hebben, is vanuit onze verantwoordelijkheid nauw contact gehouden met het Nederlands ministerie, met de Economische Zaken. Die zijn het gelukkig met ons eens, maar daar waren we ook in de minderheid. Want van de 27 landen, geloof ik, 26 landen, waren er maar 8 tegen de richtlijn. Dat betekent gewoon dat die richtlijn aangenomen is. Geluk bij een ongeluk is dat die richtlijn nog niet helemaal vaststaat. Hè. We hebben nog wat we dan noemen een tweede lezing. Dat betekent dat we nog een keer op mogen schieten. Samen met een hele hoop andere partijen. Maar om het, de verwachting om wat te managen. Het staat toch wel aardig in het kader. We moeten wel heel erg ons best doen om het echt helemaal te kunnen wijzigen. Want dat gaat ons denk ik niet meer lukken. Want op details gaat het natuurlijk niet meer lukken. De grote lijnen, staan vast. Ja. Maar op details hopen we wel dat we nog wat kunnen wijzigen. En kun je daar iets over noemen? Ja. Want ik weet bijvoorbeeld dat we vooral gingen kijken naar level playing field. Ja. Onder andere op het gebied van doorklikkable en dergelijke. Ja, precies. Kijk, onze belangrijkste kritiek als het gaat om transparantie voor consumenten. Het gaat niet eens om onszelf, maar met name transparantie richting consumenten. En als je de bestaande richtlijn hebt en je vergelijkt die met de nieuwe, ja, dan gaan we er alleen maar op achteruit. Ik bedoel, het is volstrekt niet transparant voor consumenten. We gaan een nieuw begrip in het leven roepen. Dat heet dan assisted travel arrangement, geassisteerd travel reisarrangement. Dat is een klant gewoon niet aan het verstand te peuteren wat dat dan is. En in hoeverre dat zich onderscheidt ten opzichte van een pakketreis. Dat is voor ons de belangrijkste kritiek. Joh, we hadden nou de kans om het goed te regelen. Mm-hmm. Ik heb altijd geleerd dat als iets loopt als een eend en het kwaakt als een eend, dan is het een eend. En nu zeggen we met elkaar in Europa, het ziet er wel uit als een pakketreis, beste klant, maar het is het eigenlijk niet. En dan moet die klant maar op de een of andere manier achterkomen. Ja, want dan heb je dus het eigenlijk over van een klant die allerlei losse elementen boekt, die zelf het idee heeft dat hij een pakket heeft. Ja wij hoopten en dat je de pakketreis, of het nou online via allerlei partijen of offline via een reisbureau of via een tour operator, dat het niet uitmaakt qua kanaal, dat het niet uitmaakt hoe dat uiteindelijk die reis tot stand komt. Maar als je twee dingen aan elkaar peutert op de een of andere manier, dan is het de pakketreis. Dat is voor iedereen helder. Maar dat gaat dus niet lukken. Tenminste op dit moment nog niet lukken. We hebben ook nog een probleem als het gaat om harmonisatie. Hè. Moet het dan over de hele Europese Unie hetzelfde zijn? Of mag je nog afwijken? Er is zelfs nog een herroepingsrecht voor de consument voor 14 dagen. Ach, dat is natuurlijk ook van de zotte dat dat nog steeds zo is. Hoop ik wel dat we op dat gebied wel succes gaan boeken. Nou, er zijn er een aantal dingen waar we gewoon helemaal niet blij mee zijn. En waar we echt samen met het ministerie van Economische Zaken echt aan de bak moeten om het te wijzigen. Ja, want eigenlijk die oude richtlijn, die was al uit de jaren 90. Ja. Daar wilde iedereen toch wel veranderingen in aanpassen. Maar dat gaat nu niet de goede kant op, zeg maar. Het is gewoon niet toekomstgericht gedacht. Nee. En wat de redenen daarvan zijn, ja, dat weet ik ook niet. Maar we zijn er niet blij mee. Ik wind er ook geen doekjes om, we zijn er echt niet blij mee. Nee. En we moeten echt aan de bak om samen met onze Europese collega's kijken of we er nog een beetje chocola van kunnen maken. Daar hebben we nog wel even tijd voor, want we krijgen daar die tweede lezing, dat duurt een paar maanden. En vervolgens hebben we ook nog een slag, want daarna moet het ingepast worden in Nederlandse wetgeving. Dan moet er gewoon Nederlandse regelgeving gaan komen. Daar staat 2 jaar voor. En dan hopen we, dat hebben we trouwens met die eerste richtlijn ook gedaan, hopen we dat we dan in samenwerking met het Nederlandse ministerie daar nog iets van kunnen maken. Kortom, het blijft toch nog even heel hard er tegenaan. Ja. En kijken waar nog de aanpassingen mogelijk zijn.
Dus daar valt nu ook niet zoveel meer verder over te zeggen. Nee, anders dan dat we de pest in hebben. Ja. Maar daar komen we niet verder mee. We moeten verder en kijken of we het nog kunnen aanpassen. En zo dramatisch, als ik me een beetje bewust, even heel zwart-wit. Zo dramatisch uiteindelijk zal het niet worden. We hebben natuurlijk nog alle gelegenheid om het aan te passen. Maar ik vind wel dat we onze mening moeten geven. En die is dat we nu niet blij zijn met de nieuwe richtlijn die daar nu voor ligt. En het blijft uitleggen naar de consumenten wat is. Ja. In plaats van de helderheid. Ja, daar is niemand bij gebaat. Nee. Oké. Dankjewel.